We hebben nu lunchtijd en we gaan heel Duits lunchen. We hebben patatjes en een braadworst. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Het is nog uitgestorven op de camping, maar ik ben naar de douches aan het lopen. En wat een gedoe. Ik weet dat ik niet het douche van gisteren wil. Het spoot alle kanten op, dus er was heel veel water waar ik niks van had. Maar goed, even opschieten. We gaan vandaag op tijd weg, want we gaan naar Fantasialand. En daar hebben we echt heel veel zin in. Sarah is mijn moeder nog in de camper, die gaan vast ontbijten. Ik ontbijt zo even snel, maar Sarah doet er sowieso wat langer over. En zij gaan in de middag douchen, dat vinden ze fijn. En ik wil per se in de ochtend douchen. Dus dat kwam wel goed uit zo. Zo, ik voel me weer levend. Ik vind het wel een gedoe, al die spullen waar je mee loopt. Oh, dan ben ik mijn natte handen ook weer vergeten. Oh, echt. Nou, ik ging eerst het wel terug. Die had ik nog even uitgehangen. En laat ik dus met mijn slim hoofd hangen. Ik vind dat hij in de camper niet heel goed droogt. Dus ik had hem daar goed te droog al gehangen. Nou, dan pak ik mijn banaan wel. Heb ik mijn banaan wel onderweg. Voor mijn handdoek heb ik dat vast gedaan. Ja, daar komt mijn auto aan. Even aan de zijkant. Ook al is het je surfbaan. We zijn onderweg naar de... Kijk, daar is een surfbaan. Ja, maar waar zijn we naartoe onderweg? Naar de? Bus. Bus. En waar gaan we naartoe? Weet halte. Je nog? Ja, naar de bushalte. Inderdaad, bij Dantje. En wat gaan we doen? Heel fantastisch, ja. Ja, heb je er zin in? 100 meter rijden. 100 meter rijden. Ze blijft het zeggen, 100 ja. meter rijden. Dat is ook ja. heel ernst. Ja, 100 meter gaan we rijden en dan zijn we in Fantasialand. En kijk dan wat we zien. Paddenstoelen aan de boom. Cool, hè? Ja. Ze zijn wel heel mooi gegroeid, vind ik. Ja, zo leuk. Plat op je hand en gooien. Waar is die nou? Daar. Helikopter. Cool, hè? Ja. Had je dat nog nooit gedaan? Nee. Nee, dat deed ik vroeger ook altijd. Nee, die vind je vanzelf alweer. Gooi hem nog eens een keer? Niet te dicht bij de weg, hè? Nou, ik zit dichtbij aan. Ja, dan moet je hem rustiger gooien, dat je hem beter kan sturen. Moet kijken dat je hem niet kapot maakt, dan doet hij het niet meer. Vind je het leuk? Ja? Zeg maar, dank je. Oh, vielen dank. Ja. En ik zie daar dat ding waar je zo gaat. Ze heeft al 5 attracties gezien waar ze in wil. En dat is zo leuk. Oké. Wo waren noch meine Luke? Potzblitz, da sind Sie ja schon. Naja, Ihr Pech. Mein Name ist Otto von Böckelstedt. Ich bin der Direktor dieses Hotels. Und ich muss Sie warnen, bleiben Sie auf jeden Fall auf dem vorgegebenen Weg durch dieses Hotel. Niemals rückwärts gehen, immer nur vorwärts und ganz langsam. Hallo, wie hoch du es? Das ist makkelijk, Oma. Sarah, wacht je op ons even? Hé, maar dan moet je van de een op de ander stappen, hè? Woe! Maar deze draait niet zelf. Kijk, woe! Ik ben overgesprongen. Woe! Ik zie dat je liever.
kijk, spiegel. Hier. Woe, Sarah. Woe. Kijk wat mama doet. Gaan we omhoog? Ik heb geen idee. Met de bus. Ik ben gewoon met jou meegegaan erin. Ik heb geen idee wat we gaan doen. We hebben nu lunchtijd en we gaan heel Duits lunchen. We hebben patatjes en een braadworst. Goede filmpjes. Nee, niet typisch Duits. Wij wel. Nee, maar we zitten weer in Chinatown, dus het is wat dat betreft wel weer toepasselijk. Vind je het leuk vandaag? Ja. Nee, voor de achtbaan vooral leuk, hè? Je hebt een gekke bui.
Ja, je bent je smink aan het bewonderen. Ik wou vertellen dat we even uit eten zijn. Echt een heel leuk restaurantje. Het is heel grappig. Het thema van het restaurant is strandhuis. Maar, ik zal laten zien, op de grond ligt ook echt gewoon zand in het restaurant. Echt zo grappig. En natuurlijk tafel ook helemaal doorgetrokken. Met de flamingo. En zo is het hele thema. Maar ik heb nog nooit gehad dat er zand... Zie je, zand op mijn broek. Je bent echt... Oh, af en toe ben je echt een kleine kleurtje nog. Ja. Ja. Sarah heeft lekker de kipnuggets vers gemaakt met patat. Eerlijk, dat haal je eruit. Nou, laat je het gewoon liggen. Mijn moeder heeft de grote bokworst. Met patat en salade. En ik krijg zo'n grote salade. En ik ben echt een Duitse schnitzel. Dat is zo lekker. Sarah ligt al even te slapen. Ik ben zowaar aan het editen in de camper. Ik vind het als we samen hier zitten in zo'n kleine ruimte, vind ik het vrij lastig. Maar mijn moeder is nu heel even, zeg maar, naar het badkamer gebeuren. Dus ik denk, nou, als ik een heel klein stukje edit, dan heb ik dat vast gedaan. Ik ben weer onderweg naar... het badhuis, hoe moet ik het noemen? Even mijn make-up te afhalen, tanden poetsen, gezicht wassen, allemaal dat soort dingen. En hier komt zo het goede licht weer aan. Dus, nou, het gaat allemaal lekker. Ik zet mijn zaklamp uit, even mijn telefoon niet. En daarna lekker naar bed. Ik moet zeggen dat op de een of andere manier, omdat je hier 's avonds niet zoveel te doen hebt, dat vroeger naar bed gaan... Ja, wel redelijk gaat. Thuis kan ik dat natuurlijk echt niet. Dan ben ik daar echt waanzinnig slecht in. Maar ja, dan roept ook het hele leven me, zeg maar. Dat heb ik hier gewoon niet. Dus misschien moet ik een uurtje op de hei gaan wonen. Dan kan ik gewoon altijd zelf zien. Maar dat zou ik ook niet kunnen. Ook grappig. Zo laat is het niet, maar het is hier gewoon helemaal uitgestoken. Er is hier verder niemand. En toen ik hier eerder met Sarah was, vanavond om haar bedtijd, toen waren hier gewoon mensen. Dus iedereen gaat hier volgens mij echt vroeg naar bed. Ik lig weer in mijn hokje, ondertussen make-up af. Het is echt heel grappig, want hier heb je dus al een muurtje. En dan hier. Hier heb je ook allemaal kastjes. Sarah ligt hier te slapen. En zij loopt het dan rond. Ik weet niet of ik het goed film, want het is een beetje, ik kan niet eens recht op zitten. En daar ben ik weer. Dus het is ook echt totaal niet hoog. Hier is echt plafond. En hier slaap ik met Sarah. Het is cabaretten nog wel goed te doen. Zeker met de kleine groep. Dus ik ga weer op de tijd proberen te slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Reacties zijn ook altijd heel erg welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei.